Het eerste gevoel is, doe ik me aan kamperen denken. Als je in zo'n grote tunneltent schaatst, hoe komen jullie op het idee? Nou, we staan hier nu op een hockeyclub en op deze hockeyclub gebeurt er 3 maanden niks. En daarbij heeft Rotterdam geen schaatsbaan. En als je ruimte hebt waar je schaatsbaan op kan leggen in de winter, waarom zou je het niet doen? Dus zo is er een idee ontstaan. Rotterdammers hebben al heel lang een groot diep verlangen naar een ijsbaan. Mooie plannen zijn voorbij gekomen, maar dat we zo snel deze ijsbaan zouden kunnen verwezenlijken is fantastisch. Kunt u zelf schaatsen? Enigszins. Niet al te best. Maar op de generale repetitie, de opening vandaag, het licht, de stroom valt af en toe uit. Ja, dat is dan wel jammer, hè? Maar gelukkig ligt de baan er. Hij ligt er heel goed bij. We hebben gezellig wel Cash hier ook nog om de hoek. En we hebben een mooie kunstijsbaan er nog naast voor de mensen die van kunstschaatsen houden. Dit komt helemaal goed. Hoe mooi is het voor de schaatsvereniging dat hier nu de baan ligt? Nou, niet alleen mooi, maar ook praktisch in feite, zodat we dus eigenlijk meer kinderen kunnen laten schaatsen. En dat we ook als vereniging verwachten dat we daar meer leden zullen kunnen krijgen. Ja, want tot nu toe was iedereen aangewezen op schaatsen in Den Haag? Dit zal een aanvulling zijn, zeer zeker op de activiteiten in Den Haag. We zullen daar ook nog wel blijven schaatsen, omdat de baan in Den Haag in oktober open gaat tot en met maart. En we hier natuurlijk 3 maanden van gebruik kunnen maken. Voor de kinderen ook nog heel veel leuks, want het wordt een ijstijdbaan, hè? Ja, dit is een ijstijdbaan en dat betekent dus dat we met de KPN Junior Schaatsclub hier ook langs gaan komen. En dat is of Barbara of ik. En ja, ik heb gehoord dat ik hier op 11 december mag zijn. Dus helemaal leuk op deze gigantische mooie baan. Ja, we kunnen later niet zeggen dat jij op deze baan bent grootgebracht, Sanneke. Maar het is toch wel fantastisch dat deze baan er ligt nu. Ja, zeker. Ja, zeker omdat het ook 5 minuten van mijn eigen huis vandaan is. En ja, natuurlijk heel gaaf omdat het ook op mijn oude hockeyclub is. Ik heb vroeger hier 7 jaar gehockeyd, kwam ik hier al. Ja, super gaaf dat ze hier nu een ijsbaan neergelegd hebben. Je mocht tegen Sebastian Oranje van de Speedskating Academy in Insel, die ook uit Zuid-Holland komt, mocht je de eerste rit rijden. Zijn we benieuwd naar je tijd natuurlijk. Ja, ik heb een 43 gereden. Ik heb geen idee hoeveel tienden erachter stonden. Dat ben ik eigenlijk een beetje vergeten, maar ik vond het een mooie tijd. Hoe is het om op deze baan te rijden? Want het lijkt, ja, het lijkt wel een tunnel. En dan ga je ineens de bocht in. Ja, dat is super grappig. Want je rijdt op een gegeven moment de tunnel in. En dan kom je aan het eind van de bocht, kom je de tunnel uit. En ja, dan rij je gewoon weer de tunnel in. Dus dat is wel mooi. Zo laat nog op het ijs. Je blijft maar doorgaan. Ja, we zijn net een nieuwe vereniging gestart. En dit is onze voorzitter. Maar daarom sta je de hele tijd al naast me. Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke mooi. Hier met de nieuwe schaatsbaan hebben we een nieuwe studentenvereniging opgericht. Schaatsvereniging ESS2 Alcedo voor alle studenten in Rotterdam en de omgeving. Vanwege de nieuwe baan, want anders was hij er niet geweest? Anders was hij niet geweest. Juist doordat deze baan hier nieuw is, hebben we een hele mooie plek om voor iedereen te trainen en hier zich uit te leven op het ijs.